Precies 6 jaar na het laatste kampioenschap is Feyenoord weer kampioen van Nederland. De kampioenswedstrijd werd door de supporters overal gevierd, dus ook in café De Bank in Den Helder. In het café wordt er veel voetbal gekeken door fans van AZ, Ajax en vooral veel Feyenoord supporters. Nou, ik hoop dat we gewoon keihard winnen. En ik denk 0-3-4 ga ik vanuit. Je wordt gewoon eens een keer op een knappe manier word je kampioen. En ik hoop een 0-3-4, misschien wel 5-6. Maar dat gaat uiteindelijk wel goed komen. Hoe lang ben je al fan voor Feyenoord? Ik was 7 jaar, toen mocht ik voetballen. Ik was 60, dus 53 jaar al. En door mijn opa, mijn oma, mijn moeder, mijn vader, mijn zus, mijn zwager. Zijn allemaal Feyenoorders. Ik ben vanaf een jaar of 6, dat ik mijn vader en mijn oom ben ik meegenomen naar de Kuip. Uit Schiedam vandaan. Dat blijft gewoon bij. Eigenlijk dat ik heel klein was, ben ik opgegroeid. Mijn vader was een diehard Feyenoorder. Ja, en mijn broer, die heeft al hier al 3 weken geleden heeft hij al 2023 kampioen. Hij heeft hart voor goud voor Feyenoord. Ja, en Ajax en AZ, dat zijn eigenlijk de clubs die dichterbij zijn. Waarom ben je daar niet voor? Mag jij vloeken van je moeder? die horen graag niet. Ik accepteer allebei, maar het wordt niks voor mij. Wat is je allermooiste Feyenoord herinnering? 1971, wereldkampioen. Ik heb zo'n klein fase dat we wereldkampioen werden van de wereld uiteraard. Ga je zelf ook graag naar Rotterdam of naar de Kuip? Het is natuurlijk wel een heel eind op de fietsje, want ik heb geen rijbewijs. Maar met de trein is het te doen. We gaan wel weer heen. De wedstrijd was al snel niet meer spannend door vroege doelpunten van Idrissi en Jiménez. Na de rust besliste Igor Paschou de wedstrijd met de 3-0. Toen de 90 minuten verstreken waren, barstte het feest los in het café. Ja, het gevoel na de wedstrijd, hoe is dat? Ja, geweldig, we zijn kampioen! Kampioen, olé, olé! Ja, top, top. Ja, echt. Mijn hartje springt over. Ik heb een brok in mijn keel. Echt. Ik vond het heerlijk. Ja, ik ga zo meteen lekker met mijn vrienden. Allemaal mensen. Feyenoord. Kijk, deze vrouw. We gaan zo een shotje drinken. Gewoon lekker, lekker los. Gewoon feest vieren, weet je. Ja, kampioen van de Eredivisie. Hoe voel je erbij? Ja, super natuurlijk. Ja, daar maak je niks aan, hè. Helemaal niks. We waren gewoon de betere. Ja. Klaar uit. Heel simpel. We hebben gewoon dit seizoen gewoon goed gevoetbald. Ja, alles was fit. En deze beelden worden ook uitgezonden in Rotterdam. Voor de Feyenoorders. Heb je nog een boodschap voor hun? Ja, weet je, Feyenoorders, ik hou van jullie. We zijn allemaal één. En volgend jaar gaan we gewoon weer voor de kampioenschap. Komen wij uit Rotterdam? Ken je dat, die hoor je dan? Nee, wij komen uit Den Helder. En wij zijn trots op die club uit Rotterdam-Zuid. 100%. Absoluut, wij zijn daarvoor. Dat zit in je bloed, zit in je hart. Ja, klaar.